Ik denk voor ons als directie is het een manier om een domein dat de directie minder goed kent, toch een bepaalde opvolging te hebben. Voor ons is dat wel van essentieel belang. Neem een jonge speler zoals Lukaku, wel die is 16 jaar, wel dus met het topsportlab kun je toch perfect weten waar Romelu in de toekomst nog moet aan werken of wanneer we toch even moeten opletten en hem even van het veld houden om hem even op adem te laten komen. Dit zijn toch allemaal parameters die voor een club zoals Anderlecht van essentieel belang zijn.